alle dingen die je meemaakt in het leven, die zijn er gewoon voor bedoeld om je gewoon, denk ik, sterker te maken. En om het de volgende keer beter te doen. En wat je geleerd hebt, om dat weer aan mensen over te brengen. Wat sommige mensen zeggen, ja, kennis is macht. Ja, maar als je er geen ene fuck mee doet, dan is het dus eigenlijk alleen maar potentiële macht. Want je doet er dus geen reet mee. Welkom bij de podcast Hoogvliegers. En dit keer hebben we een dame naast, mij zitten. Lisette Kortland, welkom bij de podcast Hoogvliegers. Dankjewel. Nou, inmiddels weten jullie al wie ik ben. Maar voor de afwisseling af en toe, ik zag elke aflevering begint weer met welkom, mijn naam is... Dus ik dacht, laat ik eerst beginnen. Eerst met jou en dan ga ik mezelf introduceren. Helemaal goed. Nou, superleuk, Thierry, sowieso om hier te zijn. Echt heel erg tof. Ik heb ook heel veel zin om te vliegen zo. Ja, mijn naam is Lisette Kortland. Ik ben 42 jaar. Mama van Broes en Dani. En ja, samen met Mirjam en Rachel hebben wij Your Destinations Real Estate. En ja, bemiddelen we dus, zeg maar, voor Spanje. Alle mensen die in Spanje willen aankopen, daar begeleiden wij hen in. En ja... Ik weet niet wat je nog meer wil weten, maar volgens mij... Nou, dat komt wel gaandeweg. Ja. Ja. Ik zat gisteren de podcast met Roland Kraan te beluisteren. Jij ook, hè? Ja. Dan leuk. Ga ik altijd kijken van, wat kan Peter doen de volgende keer? Toen dacht ik, nou, het is wel leuk voor de afwisseling dat jij zelf eens voorstelt... in plaats van dat ik altijd maar gelijk begin. Ik merkte ook dat ik korter moet zijn in mijn vragen. Te lange inleidingen heb. Ik zag ook een mooie rode draad. Ik heb nu meerdere afleveringen opgenomen. Die zijn al wat verouderd. Ik merk dat het juist wel leuk is om een doorlopende serie te hebben. Waarbij ja, ik een soort van zoektocht heb in het investeren. Hè? Want de meesten die nu luisteren, die kennen jou van het investeren in vastgoed. En mij van het investeren in vastgoed. Zo zijn ze bij ons gekomen. Dat weet ik voor 4 jaar geleden al. Maar naast investeren heb ik ook veel interesse in ondernemen. Jij ook, hè? Mm-hmm. Dus er luisteren ook heel veel mensen die willen investeren, maar ook willen ondernemen. Er zijn ook veel vragen over, joh, hoe heb je dat allemaal gedaan? Hè? Je hebt zo al dat vastgoed gekocht. En de afgelopen jaren heb ik heel veel ervaringsdeskundigen geïnterviewd. Van, ja, hoe heb je dat dan gedaan? Mm-hmm. En dan kan ik weer vragen, hoe heb jij het gedaan? Maar aan de andere kant, als je mij vraagt... Thierry, wat heb jij nou in... Weer een lange inleiding, hè? Sorry. Hij gaat steeds beter worden. Ik ben het aan het leren. Jullie zijn aan het leren van de podcast. Ik ben aan het leren om korter te praten. In de afgelopen 4 jaar kwam ik tot de conclusie... dat er veel... ja, toch wel hangt om dat mindset, hè? De tegenslagen, hoe ga je daarmee om? Hè? Want ik had het er net met jou over. Ja, heb jij eigenlijk je opleiding tot de helikopterpiloot nog behaald? Ja, want ik geef nooit op. Altijd afmaken. En nu ben ik met een reis bezig van persoonlijk leiderschap. Nou, eigenlijk mijn hele leven al. Ik begin steeds meer dingen te snappen. Hè? Dan ben je 39, ga je het leven een beetje snappen. Hé, waarom deed ik de dingen... zo in de afgelopen jaren. Mm-hmm. Je steeds beter leert te reflecteren. Daar wil ik het graag met jou over hebben. Maar ik wil het uiteraard voor de kijkers ook vooral belangrijk. Want sommigen zijn helemaal niet bezig met de zoektocht die ik heb. Heel praktisch. Hoe ben jij begonnen? Wat heb je allemaal geleerd in het vastgoed? En wat zou je allemaal beter willen doen? Laten we daar voor de kijkers die zoiets hebben... Joh, Thierry, als het nog langer zo blijft doorauhoeren over je persoonlijk leiderschap... dan haak ik af. Hoe ben je begonnen in het vastgoed? En hoe zou je het nu opnieuw aanpakken? Ja, nou, dank voor je introductie. Het geeft mij ook weer even de rust om ook nou ja, wat meer te ontspannen. Want ik blijf dit wel spannend vinden met camera's. Ik ben echt gewend vanuit de sales altijd om te werken. Dus ik heb jarenlang in de media gewerkt. En ondernemers begeleid met het grootmaken van hun bedrijf. Middels naamsbekendheid opbouwen, televisiereclame, radioreclame. En 2 keer een makelaardij gehad. Dus een franchise makelaardij opgezet en uiteindelijk weer verkocht. En dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met ondernemerschap ook. En vastgoed. Dus ik deed dat naast mijn werk. Dat deed ik dan in de avonden en in de weekenden. En dan werkte ik met iemand samen die overdag de bezichtigingen deed. Maar het was gewoon een impulsieve actie eigenlijk. En ik zette toen de tijd via Marktplaats. Dat was in 2007. Zeg maar de klant van, die bij mij op televisie adverteerde. Die zei van, is dit niks voor jou? Dat was die franchise keten. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou, dit vind ik eigenlijk wel heel erg leuk om dit te ontdekken. Dus gewoon om inderdaad nieuwe dingen te doen. En ik had veel energie voordat ik mijn kindjes had. Gewoon een hoog energielevel. En daar heb ik toen, ben ik ingestapt. En vanuit Marktplaats zette je dan woningen in de verkoop. Daar reageerden mensen op. Maar dat was wel in die tijd waarin de makelaardij nog best wel traditioneel was. Met veel mannen. Ik was toen 21, 22, jonge vrouwen eigenlijk. En dat was wel het onderscheidend vermogen. Omdat je dus op basis van no cure no pay werkte. Met een laag courtage. En zo is dat gegroeid. En dat heb ik toen een tijdje gedaan. En ik heb altijd al geweten van, ik vind vastgoed gewoon heel fijn. Ik heb toen ook een makelaardijopleiding gedaan. En wilde daar op den duur altijd wel iets in Spanje mee doen. Maar mijn man had op dat moment ook een bedrijf. En toen begon natuurlijk de crisis. Dus ik had ervoor gekozen om de makelaardij te verkopen. En om gewoon in loondienst te blijven. Maar altijd is dat wel blijven triggeren. En toen heb ik dat tijdens mijn zwangerschapsverlof nog een keer gedaan. Met een goede vriend van mij. En ik had toen op dat moment ook heel veel interesse om in Spanje iets aan te kopen. In Ibiza, daar kwam ik heel vaak. Mm-hmm. En ik vond het heel erg leuk om daar zelf iets te hebben. En hoogzwanger kwam dat voorbij. Via FaceTime heb ik dat toen aangekocht. Dat is 8 jaar geleden geweest. En dat was mijn eerste investeringsvastgoed. Alleen toen de tijd wist ik nog niet dat het... Ja, ik wilde daar gewoon zelf gebruik van maken. Nou ja, nu puntje bepaaltje is het zo dat ik het gewoon voor de lange termijn verhuur. En dat het hoogste rendement is tot nu toe. Maar wel vanaf dat moment is ook dat zaadje geplant. Ik vond Ibiza heel erg fijn. Ik heb toen ook een app, Your Ibiza, gebouwd met alle nieuws en vraag en aanbod over Ibiza. Zo ken ik Rachel ook. Dus ik heb het altijd leuk gevonden om te ondernemen en dingen ernaast te doen. Maar ik heb wel altijd heel erg het fijn gehad, ook bij mijn vorige werkgever. En daar ook heel veel van geleerd. Juist al die dingen nu in mijn bedrijf met Your Destinations samenkomen. Zowel marketing, klanttevredenheid, hoe je een merk opbouwt. Maar ook hoe je je pand kan positioneren als een merk op internet. Waardoor je rendement veel hoger kan uitkomen. Dus dat vind ik het leuke, dat je nu alles combineert in één bedrijf. En zo ben je dus aan je eerste pand gekomen. Ja. En hoe verder? Ja, dat was mijn eerste pand. En ik was hoogzwanger. Mijn man was op dat moment ernstig ziek. Die had lymfeklierkanker. En ik wilde heel graag meer vrijheid creëren. Ik merkte gewoon, mijn kindjes sliepen ook niet. Vlak daarna kreeg ik een tweede kindje. Onverwachts trouwens, want wij konden ook geen kinderen krijgen. Dus dat was allemaal een hele rollercoaster. Hoe in één keer je leven van hard werken, heel veel leuke sociale contacten, veel feestjes. Tot ineens onverwachts zwanger. We hadden heel veel IVF-trajecten achter de rug. Maar dat kon dus niet. Hè. We hadden de artsen gezegd, ook in het buitenland. En in één keer heeft dus mijn man zijn bedrijf verkocht, waar hij heel veel stress van had. En ik bleek 3 maanden later in één keer al 3 maanden zwanger te zijn. En in diezelfde week hoorde hij dat hij lymfeklierkanker had. Dus die hele bevalling en die hele zwangerschap is gewoon een hele rare fase geweest. Maar wel echt wat ommekeer naar een ander leven. En ik merkte daarna dus dat ik... je wordt wat zelfbewuster door sowieso natuurlijk dit wat er allemaal gebeurt. En ook... ik ben toen de tijd, tijdens die zwangerschap, ook met Michael Plutchik in aanraking gekomen. Dus ik heb al zijn cursussen, podcasts beluisterd. Think and Grow Rich. Dus vanuit daar heb ik toen ook die tweede makelaardij opgericht. Dus echt door dat stappenplan. Binnen 2 maanden hadden we al 20 woningen in de verkoop. Dan kan het ook echt heel snel gaan. Tijdens mijn vliezenbreek zat ik nog met mijn laptop op schoot. En dat ik toen ook dacht, Dit is misschien niet zo handig, maar het was wel een fijne afleiding. Dus die vriend van mij is daarmee verder gegaan. En ik wilde dus meer vrijheid. En ik ben toen de tijd verder gegaan met het verdiepen van manieren van passieve inkomstenstromen. En heb de cursus ook gedaan hoe je kan investeren in vastgoed. En ik ben toen gaan bouwen aan mijn vastgoedportefeuille. En ook allerlei andere vormen geprobeerd van crypto, aandelen, alle wat iedereen eigenlijk wel doet. Althans de beleggers. En ik heb toen eerst een woning in Utrecht gekocht. En toen ben ik gaan verder bouwen. En geherfinancierd. Veel joint ventures. Dus ik ben toen in korte tijd. Ik denk in een jaar tijd. Heb ik er 7 kunnen aankopen. Die ik ook nog steeds heb. Maar ook verschillende joint ventures daarna gedaan. Met transformeren en doorverkopen. En dat gaf mij in ieder geval de ruimte om ook eerder te kunnen stoppen bij mijn andere werk. En dus meer vrijheid te hebben. En ik heb toen ook een zakelijke portefeuille opgezet. Waarin we ook in een hele korte tijd 32 panden hadden. Van allerlei soorten. Commercieel vastgoed tot recreatie. En dat deden we met OPM-leningen. Van mensen uit mijn netwerk. En we hadden dus met 2 kompions, met z'n 3 hadden we... Ja, hele goede rolverdeling. Hè? Dus dat is denk ik ook de kunst van het ondernemen. Dat je met goede mensen samenwerkt. En dat iedereen op de juiste plek zit en doet waar die goed in is. En dan kan je dus heel snel groeien. Ja. Dus dat heb ik opgezet. En toen ook daarnaast Your Destinations. Want vanuit Your Ibiza kregen wij dus al heel veel mensen die interesse hadden om te kopen in Spanje. En de projectontwikkelaar in Spanje die gaf aan dat ze gingen fuseren met een andere projectontwikkelaar op het vasteland. En dat ze nog geen agent voor de Nederlandse markt hadden. Nou, en toen dacht ik wel, ik was bezig. Ik had allerlei vormen van persoonlijke ontwikkeling gedaan. Ook op Ibiza een hele goede coach. Daar heb ik Mirjam leren kennen. Die ook haar woning heeft verkocht, haar bedrijf heeft verkocht. Ook een woning in Spanje heeft gekocht. Dus we waren in één keer met z'n 3 als een soort... powerteam van dit moeten we doen. Dus we gaan Your Destinations neerzetten. En vanaf dat moment is het in zo'n supergoeie flow gegaan. En daar word ik echt heel erg blij van. Elke dag ben ik zo dankbaar dat we dit aan het doen zijn. En dat we gewoon mensen zo goed kunnen begeleiden en mogen begeleiden met het aankopen van supermooi investeringsvastgoed in Spanje. En toen ben ik dus inderdaad ook gaan bouwen aan mijn portefeuille in Spanje. En heb dus nu 4 eentje Valencia, San Miguel, Orihuela Costa, Ibiza. En ben bezig met andere aankopen ook. Er staat nog zoveel op mijn lijstje wat je kan doen allemaal met ons bedrijf. En vanuit ons team, het staat gewoon goed. We kunnen mensen echt oprecht goed helpen. En daar word ik gewoon heel blij van. Dus ik ben super blij dat mijn leven zo is gegaan. En dat het wel heel anders is dan 10 jaar geleden. Maar dat je nu wel echt op de juiste plek zit. Met inderdaad veel meer zelfbewustzijn en dankbaarheid. En minder tijd. Hè, omdat je kindjes ook hebt. Maar daardoor des te meer dat je bewust kiest voor de dingen die je leuk vindt om te doen. Investeren in vastgoed in Spanje is interessanter dan ooit. En in de afgelopen jaren is het ook steeds lastiger geworden om winstgevend te investeren in Nederland. Daarentegen, in Spanje zijn er juist ruim voldoende mogelijkheden om een hoger rendement te behalen dan in Nederland. Omdat de vraag naar informatie omtrent dit onderwerp momenteel bizar groot is, heb ik besloten om iets speciaals te gaan doen. Op donderdag 31 augustus organiseer ik samen met Lisette Kortland een eenmalig online webinar waarbij we alles vertellen over het investeren in vastgoed in Spanje. Wil je hierbij zijn? Meld je dan gratis aan via onderstaande link. Let op, vol is vol. Ja, wij zijn elkaar tegengekomen. Je bent naar het vastgoedevenement geweest vorig jaar in september. En jij was regelmatig bij vastgoedcafés. Hè? Een plek waarbij we netwerkten met gelijkgestemde vastgoedbeleggers en vaak kennissessies hadden. En toen spraken we elkaar. En jij vertelde dat je investeerde in Spanje, dat je daar een specialist in was. Ik raakte daarin geïnteresseerd, want sommige luisteraars die weten dat ik investeer in vastgoed in Nederland, ook in Engeland. En dat ik me aan te oriënteren was op het investeren in Spanje. En ik weet niet of jij mij het vroeg of dat ik het voorstelde. Maar we hadden zoiets van, laten we eens een keer een kennissessie doen over het investeren in Spanje. En Ik daagde jou uit. Ik deed bewust. Want we zagen elkaar voor de, weet ik veel, 4e keer of zo bij het Vastgoedcafé. En ik zei expres tegen jou van, gadver, wat stink je? Mm-hmm. Dat deed ik expres. Dus jij werd daar onzeker van. En je dacht, wat de fuck doet Thierry nou? Hè? Ik ben heel amicaal, dus ik zeg dat dan heel hard. En jij zei van, wat bedoel je dan? Wat is er dan? Ik zeg, je stinkt naar rook. Dus toen zei jij van, oh ja, daar baal ik ook wel heel erg van. Want ik vind het ook erg richting mijn kinderen. Ik wil daar ook wel mee stoppen, maar ik vind het heel erg moeilijk om te stoppen. Kun jij vertellen, want het was gewoon een kunstje wat ik van Tony Robbins heb geleerd. Hè? Ja. Kun je vertellen wat ik deed en ja, wat het voor jou deed en wat je ermee bent gaan doen, wel kort. Ja, nou, jij kwam binnen daar, ik gaf jou een knuffel. Je zei, rook jij, gadver. Ik zo, ja, ik weet het, ik kom er heel moeilijk vanaf. Dat is inderdaad echt, als je het dan hebt over valkuilen. Hè, en inderdaad je mooiste leven leven. Ja, uiteraard weet ik dat het niet goed is en dat ik daar zo lang al vanaf wil. Maar dat zijn zulke diep gewortelde banen in je hersenen. Hè, altijd was ik met een feestje aan het roken. En het geeft gewoon bepaalde gewenning dat je denkt dat je dat nodig hebt. Of dat het ook in combinatie met kindjes, die stressvolle situaties, ook zakelijk gezien, dat je dan toch eerder daar naar grijpt. Letterlijk dat. Dus het is gewoon, voor 99% weet je, ik voel me gewoon super fit en goed in mijn lijf zitten. En er is gewoon 1 klein procentje in een zwak moment die het dan in 1 keer over kan nemen. En daar heb ik al heel lang last van. Dus ja, weet je, jij gaf mij in ieder geval duidelijk aan van, ik ga jou een pijn laten voelen. Wij gaan samenwerken op het moment dat jij stopt met roken. En ik ga dat nu ook in de hele groep als voorwaarde stellen. Dus nou ja, daar was ik heel blij mee. En omdat het... Ja, ik zei bij het Vastgoedcafé, zei ik het gewoon aan publiek in een microfoon van, joh, Lisette, die ben ik tegengekomen. En Lisette die gaat waarschijnlijk binnenkort, we hadden het over, weet ik veel, investeren in Dubai of zo. Ja, volgens mij was dat... Ja. En toen zei ik van, nou, we hebben een specialist ook over te investeren in Spanje. En zij wil wel een presentatie geven, maar die moet ze wel verdienen. Mm-hmm. Ja. En dan hoor je het hele publiek, of het hele publiek hoorde het, maar ook jouw compagnons. Ik heb toen gevraagd van, ja, ik ken Lisette niet zo goed en ik zie haar niet zo veel. Zouden jullie haar kunnen helpen? Want eigenlijk wil ze stoppen. Mm-hmm. En zij deden mee. Ja. Ja, dat is het. Je kan elkaar gewoon echt wel... bij mij is het zo vaak, als je gewoon in een goede flow zit, het is een beetje alles of niets vaak. En als je gewoon in een goede flow zit, dan ben je er totaal ook niet mee bezig. Maar er zijn op de een of andere manier altijd in mijn leven bepaalde punten waarin het gewoon in mijn ogen nodig is om te ontspannen. En dat ben ik dan gewend vanuit vroeger. Door gewoon, ja, even een leuke avond. Ook met je relatie. Ik bedoel, ik ben 22 jaar samen met Daan. Je hebt veel meegemaakt. En ook met wat betreft kindjes. Dus ergens ga je toch steeds weer een keer de mist in. Alleen dan is het wel zaak. Ik geloof ook dat dat gewoon goed is. Om echt te kunnen ontspannen moet je ook niet zo streng zijn voor jezelf. Hè? Want die zelfafwijzing is vaak minder goed voor je. En ik geloof ook in het feit, hè, wat bij Ayahuasca gezien hebt en andere persoonlijke ontwikkelingstrajecten, dat je juist emoties en gewoon het echt te kunnen ontspannen. Als je daar iets voor nodig hebt bijvoorbeeld, dan moet je dat ook gewoon doen. Want als je dat niet doet en je blijft maar net als een skippiebal emoties onder water duwen, snap je? Dan dat zeker. Is ook niet goed voor je lijf. Dus ja, dus geloof voor de... gewoon... Ja, ga maar. Nou ja, dat je gewoon niet te streng moet zijn voor jezelf. Iedereen weet van, dit is een gezonde levensstijl. En als je af en toe een keer het nodig denkt te hebben, praat het niet goed, hè? Ja. Nou, voor de luisteraar, en ik ga constant, denk ik wat, en dan ga ik weer terug naar de luisteraar. Thierry, waarom begin je nou opeens over fucking roken? Ook voor degenen die graag roken van, sommigen voelen zich aangesproken, sommigen niet. Nou, er zijn 2 dingen. Sommigen willen niet meer roken en sommigen willen een bepaald doel behalen. En dat kan in het vastgoed zijn en daar hebben we het ook over. Jij wilde stoppen met roken. Ik heb van Tony Robbins, Michael Plutchik, anderen geleerd hoe je doelen kan bereiken. Mm-hmm. Maar ook hoe je patronen waar je vanaf wil komen, hoe je, hoe je daar vanaf kan komen. Ja. Dus sommige luisteraars die hebben zoiets van, hey, ik wil alleen maar luisteren omdat ik iets wil leren over het investeren in Spanje. Maar er is ook nog zoiets als, je luistert, je neemt het op en vervolgens doe je geen ene fuck mee. En ga je gewoon weer naar de volgende podcast over het investeren in Spanje op een ander kanaal. Mm-hmm. Dus dan doe je geen ene fuck mee. Dus wat ik graag in deze podcast wil delen met jullie als luisteraar, is hoe je luistert naar een podcast of een boek gaat lezen over het investeren in Spanje. En hoe je vervolgens implementeert. Want anders heb je er gewoon geen ene fuck aan. Wat sommige mensen zeggen, ja, kennis is macht. Ja, maar als je er geen ene fuck mee doet, dan is het dus eigenlijk alleen maar potentiële macht. Want je doet er dus geen reet mee. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik hierover begon. Maar een ander iets is ook, jij hebt je peuken. Ik kwam gisteren bijvoorbeeld, dan zit ik de podcast van Roland te beluisteren samen met mij om te kijken wat er beter kan. En Desiree die zei tegen mij, ja, je zit met je oordoppen in, je sluit je af voor het gezin. Nou, dat is één. Dus dat is kut. Dat is elke keer welke prijs ben je bereid te betalen voor de leerlessen die je nu aan het lezen. Want ik leer ook wel weer heel veel van de podcast die ik terug heb. Een ander iets is, ze zei, joh, we hadden afgesproken dat financiën vandaag zouden doorspreken. Heb je de Excel al helemaal afgemaakt? Nee, moest ik nog doen. Je bent met de kinderen weer het konijnenhok gaan schoonmaken. Nou, halverwege lopen die kinderen natuurlijk weg, hè, want die zijn nog super jong. En dat moeten ze nog leren. Maar ik had ook nog niet alles opgeruimd. Ik was klaar met het konijnenhok, maar ik moest van alles nog opruimen. Had ik nog niet gedaan. Dus ze vroeg mij wat dingen. Weet je wat mijn patroon was? En daar hadden we het net ook over. Mijn patroon, ik hoop dat jullie ze herkennen. En anders zijn er wel andere patronen. Maar daar wil ik het graag met Lisette dus over hebben. Want patronen, sommige werken voor je. En sommige werken je tegen. En dit is dus heel handig. We gaan het zo weer hebben over het investeren in Spanje. Maar dit is wel handig om te hebben bij het investeren in Nederland, Engeland of goud, weet ik veel wat. De meesten zullen het herkennen dat je vaak zoiets hebt van, ik ben niet goed genoeg. Niet voor jezelf, niet voor je partner. Heel veel mensen vroegen mij, Thierry, hoe kan het dat jij zoveel gas geeft op je leven? Nou, ik heb het er ook wel eens over gehad met mentoren, coaches, psychologen. En vaak is het antwoord wat je hebt is, ja, ik zoek naar erkenning van mijn papa. Want mijn papa vond mij nooit goed genoeg. Die was nooit complimenteus of zo. Of je moeder. Mm-hmm. Ja, ik kom steeds meer tot de conclusie dat ik vaak mezelf niet goed genoeg vind. Dat ik super kritisch ben. En dat zie je ook bij je kinderen. Hè? Want je gaat gewoon doorgeven. Ik heb regelmatig commentaar op mijn kinderen. Dan hebben ze een klusje gedaan, maar dan was het net niet goed genoeg. Hè? Ik ben me er heel bewust van. Dus steeds minder dat gezeik wat ik kan hebben als vader. Want ik wil gewoon geen zeikvader zijn. Mm-hmm. Dat is één. Maar ook zeik op mezelf. Mm-hmm. Thierry, kom beter. Was geen 10. Maar Desiree die prent wat in. Thierry, je moet de financiën nog doen. Je moet nog alles opruimen in de tuin. En ik koppel dat aan, oh shit, ik ben weer niet goed genoeg. Ik heb niet hard genoeg gerend voor Desiree. Dat is hoe jij het interpreteert. Precies, dat is een bandje wat er afspeelt in mij. Dus ik ben benieuwd straks hoe jouw bandjes zijn. Ja. Vervolgens ga ik netjes om 10 uur slapen, want dat is de man die ik wil zijn. Goedenachtrust. Om 11 uur lig ik nog steeds wakker en te malen. Denk ik, ik moet nog dit doen en weet ik van, kan toch niet slapen. Ik ga naar beneden toe en ik ga werken. En ik werk tot 4 uur 's nachts door. Ik heb superveel gedaan, dus ik ben trots op mezelf. Heel productief geweest, zo praat ik het goed. Ik heb ondertussen, we hebben geen snoep in huis en weet ik voor wat. Maar ik heb wel eiwitrepen. Ik heb 4 eiwitrepen naar binnen zitten werken. Oftewel, Thierry is ook een emotieeter. Iedereen is een emotieeter. Maar toen kwam tot inzicht van, oké, Thierry voelt zich niet goed genoeg. Thierry is gaat in emotie eten. Gaat werken. Toen zag ik wel van, zie ik wel heel vaak hoor. Als je dus pijn hebt, dan ga ik in ieder geval altijd heel hard sporten. Nou, dat werkt tot nu toe heel goed voor mij. Maar je kan je ook de tyfus in sporten. Mm-hmm. Ja. En de tyfus in werk, hè? Wat de meesten doen. Hè? Ja. Wat zijn jouw bandjes? En waar zou de luisteraar heel veel in kunnen herkennen? En wat heb jij al doorbroken? Ja, nou ja, ik denk dat het, wat je dus inderdaad vertelt, het is gewoon goed om vanuit helikopterview even in te zoomen of uit te zoomen eerder. En te kijken wat er dan precies gebeurt. Want je kan op een hele automatische piloot door blijven gaan. En ik weet bij mij nu wat mijn valkuilen zijn. Nou, ik moet bijvoorbeeld elke dag gewoon echt een rondje gelopen hebben. Want ik kickbokste altijd heel. Mijn man heeft kickboksportschool in Utrecht. En ik heb ook wedstrijden gedaan. Dus ik was gewend ook altijd om... ja, 4, 5 keer per week te trainen. En in één keer krijg ik kinderen, nou ja, en dan kon dat niet meer. Dus al in ieder geval, dus ik ben toen gaan wandelen, wat ik vroeger echt verafschuwde. Maar nu is dat echt mijn manier van ontspannen. Dus ik weet ook, oké, als ik dus mijn wandeling niet gedaan heb, een rondje om de plas, dan is mijn emmertje 's avonds naar de kindjes toe wat sneller voller. En dat zorgt er voor mij voor dat en als ik dat een hele week doe, want ik hou ook van hard werken. Mijn comfortzone is gewoon hard werken en gewoon knallen. En, maar ja, mijn kindjes, ze zijn 4 en 6. Die hebben natuurlijk ook die aandacht nodig. Die voelen, die zijn heel hooggevoelig. Die voelen als ik dus te druk in mijn hoofd ben, worden zij vervelender. Nou, je kent het. Dus zeker weten. Ja, en dat zorgt er bij mij voor als ik dus door de week te hard werk eigenlijk. Ook 's avonds Zooms doen en alles. Omdat ik het zo leuk vind. Dan gaat het gedurende naar het weekend toe dat je behoefte krijgt om te ontspannen. En ik moet eigenlijk ook gewoon weer gaan kickboksen. Nou, dat lukt nu wel, omdat die kleintjes dat nu ook kunnen doen. Om 6 uur 's avonds, dus dat ben ik weer aan het oppakken. En je moet dus echt voor jezelf momenten inplannen dat je weet... Je moet gewoon goed voor jezelf zorgen. Waar word je blij van? Wat geeft jou rust? Wat doet je goed? Ik probeer elke maand, liefst iets vaker nog, naar de sauna te gaan. Maar ook in mijn eentje... een boek mee en gewoon daar komen de beste inzichten in plaats van dat je dan helemaal ontspant. Bij mij, ik vind dat moeilijk hoor, echt ontspannen. Bij mij blijven er maar dingen in me opploppen en ja, dat wil ik dan ook weer gaan uitwerken. Dus, maar ja, waarom niet? Ik bedoel, dat is ook mijn manier van ontspannen, want het leven is kan leuk zijn. Dat is al een bandje, hè? Want ik zeg dat ook. Hè. Ik hou niet van lezen. Ik vind het moeilijk te ontspannen. Is dat echt zo dat je het moeilijk vindt om te ontspannen eigenlijk? Want als ik morgen zeg van oké, we doen een challenge. We kappen met werken en we gaan een week lang ontspannen of zo. Ja. Als ik jou uitdaag, weet ik zeker dat wij een week lang kunnen ontspannen. Ja, het is allemaal bandjes. Ja, dat klopt. Maar ik denk ook wel, ik ben gewoon wat dat betreft heel druk. Ook heel druk in mijn hoofd. Geef het een stempel. Maar het is gewoon hoog energieniveau. Waardoor ik dus... Ofwel met bepaalde ademstechnieken. Maar als je mij gewoon... Het is gewoon een soort katapult. Als je mij loslaat, dan blijf ik gaan. En daar ga ik goed op. En ik zou het ook ergens zonde vinden om dat te stoppen. Ja, is het ook hoor. Want Roland zei het ook al. Van... Oké, je wil alles maar optimaliseren. Je bent een perfectionist. Hè? Want dat schrijf ik in mijn journal. 8 uur geslapen. Want ja, dat schijnt gezond te zijn. Nu mijn voeding zo beter on point is... heb ik aan 6 uurtjes slapen al voldoende. Ja, toen ik dus om 4 uur 's nachts ging slapen, kwam ik om 8 uur uit. Maar 4 uurtjes geslapen. Ik had een energie, joh. Ja. De kinderen werden om 8 uur wakker. En ik was er voor ze. Ik ging eitjes bakken, weet ik veel wat. En ik heb gewoon tot 11 uur lang 's avonds... ik heb 0 crashes gehad. Ja. Want ik zit niet aan de suiker. Ik sport heel erg veel. Ik zit niet aan de koffie. Gewoon steady... Alleen, ik besef me ook wel weer... Ja, je moet niet constant maar 4 uurtjes, weet je wel. Je moet wel goed bij blijven staan. Ja. Want je bent ook af en toe roofbouw aan het plegen op je lichaam. Ja, dat. Ik denk die balans. Ik denk echt... En dat is voor mij heel moeilijk om balans te vinden in mijn leven. Maar weer een bandje. Nou ja, het is meer... Je weet het allemaal vanuit persoonlijke ontwikkeling. Ja, ook dat is het mooie van Ayahuasca. Iedereen heeft geen harmonie in het leven. Nee. Iedereen zoekt een beetje balans. Maar ik ken echt helemaal niemand... Nee. Die dat heeft, de meest succesvolle mensen. Het gaat de hele tijd heen en weer. Maar ik denk wel dat het goed is als ik kijk bij mij een bepaalde verandering. Dat je wel gaat voelen wat je zelf wil. Dus echt het leren voelen in je lijf. Daar heb ik ook trouwens een training voor moeten doen. Intuïtief, ja echt. Want ik was ook alleen maar in mijn hoofd bezig. Ja. Maar wel echt, oké, wat geeft mijn lijf me aan? En ga ik wel naar dit toe of juist niet? En in plaats van doe je het voor anderen, doe ik het echt voor mezelf. Dus daar zit denk ik al een hele grote verandering. En ja, misschien ben ik ook niet het type, dat kan ook een bandje zijn, maar die dan echt alleen maar, ook op vakantie, er is zoveel te zien en te doen. Ik hoef er niet op een bedje, een bedje is ook lekker om daarop te liggen. Maar ja, het is gewoon, er is zoveel uit het leven te halen. Dat is denk ik waar het bij mij vandaan komt of zo. Dat ik gewoon... Ja. Nou, wat ik bij heel veel zie die ik interview, en dat heb ik, je hebt zo'n tof leven inmiddels, dat je gewoon 's ochtends gelijk aan bent. Ja. Omdat je zoiets hebt van, ja, gisteren was een toffe dag. De hele week was een toffe dag. Tuurlijk heb er een baaldag tussen gezeten. Dat niet lekker ging. Dat telefoontje, weet ik veel. Maar over het algemeen heb ik een fucking tof leven. Ja. En dus ga je aan. Heb je ben je een stuiterbal. Ja. Want bij Michael Plutchik. Ik was toen bij dat evenement samen met Desiree. Ja. En je ziet dezelfde patronen terugkomen. Mensen die niet zo hoog in hun energie zitten. Ja, en die vragen dan aan mij van, hoe kan het dat jij zoveel levensenergie hebt? Volgens mij heeft het vooral te maken niet met of je ADHD hebt of weet ik veel wat. Maar je hebt bepaalde dromen. Nou, als je ze niet meer weet, ga je gewoon weer eventjes terug naar hoe je was als kind toen je tekeningen maakte. Ik tekende een tof lichaam. Ik teken een groot gezin. Of tenminste, ik met kinderen. Nou ja, zo gedetailleerd trouwens niet. Maar ik wist al dat ik kinderen leuk vond. En helikopters en vliegtuigen, weet ik veel wat. Nou, ga daar naar terug. En ga vervolgens, hoe je dat voor je ziet, ga dat behalen. Je leven zo inrichten. En daar krijg je dan toch gewoon fucking veel energie van. Ja. En wat ik dus zag bij Michael Plutchik, dat mensen, weet ik veel, iets... pianist wilde worden of schilder. En dan vertellen ze van, ja, dat ben ik niet gaan doen. Want ja, verdien ik allemaal geen geld mee. Dus ik werk nu 10 hoog bij Delta Lloyd achter de computer. En ik doe iets waar ik helemaal geen zin in heb. Ja, en er waren dan meerdere voorbeelden. En elke keer was het, ja, neem dan ontslag. Ja, dat is makkelijk gezegd. Ja, dat is de manier waarop je denkt. Ik denk dat echt... En dat is ook moeilijk. Hè? Het kan zijn dat het ook in mensen zit. Ik ben blij dat ik vanuit mezelf een hele positieve kijk op het leven heb. En dat daardoor dus ook heel veel dingen lukken. Dus mijn ervaring is ook van kleins af aan. Dat als je je gewoon vastbijt in dingen. En je wordt er blij van. Dus je voelt die passie. Ja, dan gaat echt die wet van aantrekkingskracht stromen. Dat kan niet anders. En doordat ik dat een aantal keren heb meegemaakt. Dat ik gewoon vanuit blijdschap dingen aan het doen ben. En dat gewoon werkt. En dan heb je een succes behaald. Maar het gaat niet om het succes. Het gaat om de weg ernaartoe. Maar wel dat je gewoon weet, hey, dit is mogelijk. En je hebt daardoor zoveel te bieden ook. Hè? Niet alleen voor eigen gewin. Maar juist om andere mensen ook daarin mee te nemen. En dus je energie over te brengen. En als we dat met z'n allen doen. Want het kan wel. Alleen het is wel als je beseft hoeveel zelfgedachten. Je hebt 80.000 gedachten. Wat je tegen jezelf zegt. Dus hoe conditioneer je jezelf? Wat zeg je tegen jezelf? Ja, ik kan dit niet. Of hey, ik ben dit aan het doen. Ik doe dit. Ik kan alles vanuit die. Dus ga het maar eens opschrijven. Elke gedachte. Neem maar eens een boekje mee. Hè. Dat hebben we allemaal geleerd. En als je dus ziet hoe je jezelf zo kan programmeren. En ook inderdaad door middel van meditaties. En, ik heb wel echt zo'n heel pad bewandeld. Vroeger wist ik dat niet. Dan deed ik het wel automatisch. Hè, dat ik gewoon heel erg. Oh, ik heb zin in dit en dat. Nou, gewoon echt. Echt dat je en die elektrische werking met gedachten, maar ook met die emotie eraan gekoppeld. Dat zorgt voor een magnetische werking. Ja, dat deed ik zonder dat ik dat door had eigenlijk. En nu ik het weet, ja, dan kan je het nog meer inzetten. Dus echt gewoon ja, dankbaar zijn, opschrijven wat je wilt. En opnieuw en ook steeds, hè, ik bedoel, want het verandert ook weer je pad en ook je doelen. Maar zolang je maar leuke dingen aan het doen bent en gewoon blij bent, want... Ook zakelijk, met die zakelijke portefeuille heb ik echt wel problemen ook gehad. En zakelijke stress, waar ik heel veel van geleerd heb. Omdat je op dat moment je identificeert met die stress. Want je bent het, omdat er zoveel dingen geregeld moesten worden. En waarin je dus ook hebt gemerkt, hey, dit gaat ook ten koste van mijn gezin en mijn gezondheid. En alle dingen die je meemaakt in het leven, die zijn er gewoon voor bedoeld om je gewoon denk ik sterker te maken. En om het de volgende keer beter te doen. En wat je geleerd hebt, om dat weer aan mensen over te brengen. Want het is gewoon echt een rollercoaster. En ja, het is gewoon belangrijk om in ieder geval de dingen te blijven doen. Ondanks dat het misschien in situaties tegen zit waar je blij van wordt. Want dan hou je je energie weer goed. Ja. Waardoor je dus ook weer andere kansen aantrekt voor het negatieve, zeg maar. En zo kan je dat gewoon wel weer... Ja, er zijn twee dingen die ik veel hoor. En dat is hoe je, dat zegt Tibor vaak, hè, hoe je één ding doet, doe je alles. Dus ben je vaak te laat? Kan dat iets zeggen over hoe je met afspraken met mensen omgaat? Mm-hmm. Als voorbeeld. En een ander iets is... ontschiet hij me. Moet ik even rustig over nadenken. Nou, laten we beginnen over de eerste dan met Tibor. Hoe je één ding doet, doe je alles. Zie jij dat veel voorbij komen? Ja, maar ik denk ook wel dat je daarin kan veranderen. Daan, mijn man, is toevallig net terug van Tony Robbins in Birmingham. En ook dat is weer een voorbeeld van... je moet echt een keer een moment plannen in je leven. Althans, je moet. Ik hoop dat het brengt je veel als je dat zou doen. Om echt even uit te tunen. En dingen vanuit een ander perspectief te bekijken. En weer even te voelen waar je ook weer dankbaar voor bent. Want je gaat zo in een stroomversnelling. Het leven gaat zo snel. En als je dus niet stilstaat af en toe. Dan doe je ook waarschijnlijk heel lang dingen die je misschien minder leuk vindt om te doen. Dus ook... Hè, en daarin... kan je dus wel ook dingen anders gaan doen weer. Dus het is gewoon, denk ik, belangrijk om te achterhalen waar je het meest blij van wordt. Waar heb je echt passie voor? En dat gewoon gaan oppakken. Maar wel bewust dingen uitschrijven. Waar wil je naartoe? Zie het voor je. Visualiseer het. En ga de mensen zoeken of die komen op je pad. Die je kunnen aanvullen en versterken daarin. Want in je eentje is het natuurlijk ook moeilijk om dat te bereiken. En weet je wel, iedereen heeft zijn eigen zijn kwaliteiten en zijn minder goede kanten. En dan kan je dat gewoon in een goede structuur gieten. Dus ik geloof ook wel, hoe je één ding doet, doe je alles. Maar ik denk dat het ook vooral van een bepaalde drive afkomstig is. Maar die drive kun je dus wel zelf ontwikkelen. Hè? Want als iemand zegt van, ik wil helemaal geen investeerder worden. Ik wil geen ondernemer worden. Ik wil bijvoorbeeld schilder worden. Nou, als mijn dochter... nu zou zeggen van ik wil schilder worden. Mm-hmm. Ze heeft veel met schilderen en tekeningen. Dus ik zie het ook nog voor me. Dan kun je dus die belemmerende overtuiging hebben van... dat levert allemaal geen geld op en ik ga maar 10 hoog bij Delta Lloyd werken. Ik kan nu al heel veel dingen bedenken. Als ik nu schilder zou worden, weet ik nu al de strategieën... om een succesvolle business uit de grond te stampen. Ja, daarom. Als zij daar blij van wordt. Maar dat komt omdat je de patronen weet van... ik moet gewoon mensen modelleren die al... die super succesvol zijn in de wereld. Nou, hoe makkelijk is het in deze tijd? Want je hebt podcasten. Ja. Ja. Je kan gewoon gaan googlen wie is de beste... Dan zijn er wel interviews, dan zijn er wel televisieprogramma's. Dan ga je zo iemand modelleren. Dan ga je kijken naar het netwerk wat die mensen hebben. Ga je die ook zo opbouwen. Dan kijk je naar die beste vrienden. Hoe hun ochtendritueel is, hun avondritueel is. Hoe ze werken. Waar ze het hebben geleerd zelf. Hoe ze tot die inspiratie komen. Nou, maar dat moet je wel weten. Omdat dit is jouw manier. Dus zo kan het goed werken. Ja, alleen dus... wat ik zeg is, dit zijn de manieren die van toepassing zijn universeel op alles wat je wil bereiken. Ja. Dat is wat ik met Giel ook zei. Giel zei, ik wilde een bepaalde discjockey worden en ik ging gewoon, mijn idool ging nadoen. Ik ging gewoon allemaal mensen kopiëren. Nou, dan heb je weer de belemmerende overtuiging die je wel eens hoort van, je moet mensen niet kopiëren, want jij bent jij. Ja. Inderdaad, ja. Dus als jij 10 mensen modelleert, dan word je... Altijd heb je het sausje, die zetten er toch wel over. Dus jij wordt gewoon jouw persoon, weet je. Tony Robbins is een unieke man. Michael Plutchik is een unieke man. Maar ze hebben gewoon mensen zitten modelleren. En vervolgens... is Tony Robbins een bekend persoon geworden. Dus Arnold Schwarzenegger ook, hè. Wel een aanrader. Die op Netflix is nu een serie... waarin hij vertelt hoe hij de wereldkampioen bodybuilder werd. Meerdere jaren, 10 jaar lang. En toen had hij gewoon zoiets van... ik sta nu op de berg. Wat zie je? Een andere berg. Ik daal weer af. Ik begin weer opnieuw. Op een andere berg. Ik wil wel acteur worden. Nou, hij is de meest bekende acteur ter wereld geworden... Vervolgens loopt hij gewoon weer van die berg af. Ik wil wel toppoliticus worden. Het is gewoon een strategie. En ik zat het te kijken. Ik volgde Arnold Schwarzenegger. Toen dacht ik, hey, dit doe ik ook allemaal. Ja. Ja, maar dat is het. Het is gewoon een bepaalde strategie vinden. Of, uiteindelijk begint het bij de basis dat je iets heel graag wilt. Want ik geloof ook, ik werkte toen bij mijn vorige werkgever. En daar begeleid ik nieuwe ondernemers. Die wilden dan groter worden met hun bedrijf en merk. En ik was namelijk in Val Thorens op een skivakantie met vrienden en vriendinnetjes. Overigens zijn dat ook de meest mooie herinneringen. Dat je dat ook allemaal hebt meegemaakt. Maar er was dus toen een DJ. En ik stond op die piste. En ik dacht, hey, dit is tof. Dit zou ik ook wel willen. Maar dus ik had een soort vlammetje in me. Van oké, ik ga DJ worden. Dus ik kom dan thuis. Nou, dan koop ik dan zo'n set en boksen. En mijn man die dacht echt, wat ga je nou weer allemaal doen? Weet je, er staat die hele woonkamer vol. Nou, en dan ga je dus met passie, ga ik oefenen. Dus ook 5 uur wakker, heb gelijk met die koptelefoon oefenen. Een collega van mij heeft het me toen geleerd. Maar hoe toevallig belt er dus een klant op naar die werkgever. En ik ging dan veel naar nieuw business toe. En die had een product en we zitten zo te praten. Ik ging ook veel lunchen, ook met klanten en zo. En die vertelde dus dat hij dus vrouwelijke DJ's bemiddelt, managed. Maar hoe groot is dus die kans dat je van al die... dat hij dat ernaast deed en dat ik zei, nou, dat is toevallig. Want ik ben dus net dat aan het oefenen. En binnen no time stond ik dus op zijn events te draaien. Want ik kon het nog helemaal niet. Het is ook echt een heel grappig verhaal. Want ik kan het nog steeds niet goed. Maar ik heb het wel geprobeerd. En ik vond het leuk. En ik heb gewoon op van die bedrijfsevenementen en in kroegen en zo gedraaid. Tot je erachter kwam van nee, ik sta toch liever gewoon in die ruimte zelf meest te feesten dan DJ. Maar maar gewoon het feit dat je dus één zo'n man ontmoet. Out of the blue. Die dan toevallig ook dit ernaast doet. En dan via dat. Dus ik geloof ook heel erg als je dus vanuit passie iets doet. Dat dan, er gaat iets ontstaan om je heen. En als je dan ook nog weet de juiste strategie toe te passen en te kopiëren. Ja. Dan en gewoon goed in je kop te zitten. Weet je, gewoon positief. Ook die tegenslagen. Maakt niet uit. Wat haal ik eruit? Hoe kan ik het weer opnieuw toepassen en beter? Maar die strategieën zijn leer netwerken. Want sommige mensen die sturen mij een PM. Ja, makkelijk gezegd. Maar je hebt een groot netwerk. Ga je verdiepen in hoe je moet netwerken. Ja. Nou, hoe werd netwerken? Ja. Nou, dat is echt heel laagdrempelig. Want wil je schilder worden? Nou, dan kijk je gewoon naar... wanneer er een tentoonstelling is van schilders... heb je een netwerkbijeenkomst. Wil je wat weten over vastgoed? Nou, dan ga je toch naar een vastgoedcafé toe. Ga je naar een vastgoedcongres op 11 oktober... waar Lisette spreekt... dan ga je daar netwerken. Hoe simpel is het? Ja, maar netwerken is ook moeilijk. Ik vond dat heel moeilijk. Ja, maar ik ook. Wat ongemakkelijk. Wat sommige mensen zeggen. Ik ben een ochtendmens, ik ben een avondmens. Weet je, mijn moeder zei, je hebt helemaal geen ADHD. Vroeger als kleinkind was je super stil. En je was bangerig en onzeker. Je liep nooit naar mensen toe. Maar ik heb gewoon naar mensen gekeken. Weet je... Daar zat ik heel vaak over na te denken. Ja. Ik was op de basisschool in groep 8 en ik was niet populair. En ik zat te kijken naar kindjes die wel populair waren. En ik zag hun gedragingen. Ja. Ik ging naar de eerste toe. Ik ging naar een andere school zonder mijn vriendjes. Niemand kende me. Weet je wat ik ging doen? Ik ging die jongetjes nadoen, want ik wilde populair worden. Ja, binnen een paar weken was ik het populairste, een van de populairste jongetjes van de klas. Want ze kenden me niet. Ik had mij geïdentificeerd met een populair jongetje die ik was. Ja. En opeens ben je het. Hoe simpel is het? Maar dat kon ik toen al op mijn, weet ik veel, 13 of zo. Ja, maar dat is wel... want ik ben ook altijd vroeger heel verlegen geweest. En in salesgesprekken heb ik een bepaald doel en een bepaalde rol. En dan is het gewoon duidelijk, de structuur en dan... Ja, dan goed luisteren en empathisch vermogen en goed product natuurlijk. Maar netwerken, dan zet je jezelf in een groep en dan, moet je met die koetjes-kalfjes gesprekken. Dat vind ik altijd heel erg moeilijk, nog steeds wel hoor. Maar uiteindelijk is het ook wat je, wat je op dat moment tegen jezelf vertelt. Dat je het lastig vindt. Twee dingen. Dus die stem in je kop moet je onder controle krijgen. Hoe praat je tegen jezelf? Ja. Dat leer ik met mijn kinderen. Dus je kan alles leren. Ik zeg nu al tegen mijn kinderen. Zo, we hebben echt altijd geluk. hebben echt altijd geluk. Mm-hmm. Ja, als je dat constant maar tegen jezelf zegt, en dat doen de kinderen nu ook, dan ga je ze dus al positief programmeren. Maar dan kun je dus ook tegen jezelf. Ja. Ja, precies dat. En daarom is het ook wat je leert in persoonlijke ontwikkeling, dat je dingen uitschrijft van wie je wil zijn en alsof je het al bent. Dus er zijn ook goede meditaties voor. Dus dat je gewoon jezelf traint. Want uiteindelijk, als ik het nu doe, dan hoor je ook van, hé, dat zou je helemaal niet zeggen dat je verlegen bent. Of, dat moet je dan een paar keer horen, dat je op een gegeven moment denkt, ja, dat ben ik toch gewoon. En nu, ik bedoel, die flyer die ik dan iedere keer voorbij zie komen, dat ik nu op dat congres ook sta. Maar dat stemmetje in je kop, hè, dat stemmetje in je kop. Deze podcast, we hebben je naar binnen gelokt door te zeggen van het gaat over investeren in Spanje. Maar ik heb zoiets van het is veel waardevoller om te leren hoe je die stem onder controle krijgt, hoe je doelen bereikt. En als een stoere Arnold Schwarzenegger bijvoorbeeld zegt van ja, ik had op mijn muur had ik een poster met de toen grootste bodybuilder. Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb zijn hoofd eraf geknipt en ik heb mijn hoofd erop gedaan. Visualiseren. Ja. En als ik dat nu zeg, is het zweverige shit. Maar als Arnold Schwarzenegger zegt, is het opeens wel weer stoer. Ik heb dat ook gedaan. Ik ging vliegen met Freek Vonk. Hij was mijn helikopterbuddy. En hij was eerder begonnen. En hij had het ook eerder gehaald. Want hij is ook van het kaliber. Ik wil wat, dan ga ik het behalen. Mm-hmm. Die foto op Facebook, die had ik op mijn achtergrond geplaatst van mijn laptop. Met de instructeur erbij, de examinator. En een handje, hij was geslaagd. Was op televisie, die zat bij mij op de laptop. Ik zit tegen Rome, mijn zoon van 13. Papa wordt elke dag geconfronteerd met dat hij zijn helikopteropleiding nog niet heeft afgerond. Nou ja, ik was maar 4 maanden bezig, dus ik was al fucking snel, maar ik zag dat de hele tijd. Vervolgens zakte ik voor de eerste keer. Mm-hmm. Ik was bij een andere examinator geweest en ik was gezakt. Het was heel confronterend, ik zag dat. Ik moest ook weer extra geld betalen voor een nieuw examen. Super pijnlijk, want ik had dat geld niet echt staan. Vervolgens, als je nu kijkt, heb ik precies dezelfde foto met precies dezelfde examinator. Want die examinator, ja, of het is onbewust dat ik mezelf heb gesaboteerd, hè, want dat kan ook nog. Maar ik ben in ieder geval, ik heb precies dezelfde foto met die examinator, precies dezelfde helikopter. Ja. Toch, want er zijn 3 helikopters. Maar precies dezelfde helikopter met dezelfde callsign staat die fucking eng. Ja. Ja, maar ik geloof wel echt dat het zo werkt. En het is ook bewezen inmiddels, toch? Ik volg al die onderzoeken niet, maar ik weet wel, ja, ga het in ieder geval proberen. Dan in het klein, want je kan zoveel meer bereiken door want het schijnt ook dat je continu dus ook aan het manifesteren bent. Maar je hoeft dus niet per se bepaalde purpose te hebben, maar wel een richting. Als je gewoon een bepaalde richting op wil, dan ga je op die manier ook denken en doen. En dan ga je ook dat meer naar je toe trekken, zeg maar. Maar als je soort van inderdaad in een verkeerde baan zit, omdat je de dingen doet die je eigenlijk vanuit familieopstellingen voor je ouders doet om bevestiging te krijgen. En je doet gewoon, je leeft niet je eigen leven. Ja, dan denk ik je kan echt gelukkig worden. Tuurlijk zijn er altijd omstandigheden en gebeurtenissen in je leven. Maar het gaat er echt om hoe je daarmee omgaat, denk ik. En vroeger was ik ook zo van, nou, ik kan alles controleren. En ook mijn eigen gedachten. En geen één dag wil ik gewoon verdrietig of down door het leven gaan. Want dat is zonde. Nou, sinds ik kindjes heb en zo, weet ik wel dat dat ook best wel moeilijk is om altijd je eigen controle vast te willen houden. Het leven is ook gewoon af en toe niet leuk. En dan mag je daar ook gewoon eventjes bij stilstaan dat het niet leuk is. Dat heb ik ook moeten leren. Maar weet je, pak het daarna wel weer op. En ga gewoon weer verder. Want dat kan. Je kan echt dingen, je mooiste leven leven. Ja. Mocht je nou zoiets hebben van, ik wil toch meer weten over het investeren in Spanje. Dan wordt dit de intro. Ik ben heel veel aan het experimenteren. We gaan zo over naar de cockpit. Nou, we zitten trouwens al in de cockpit. Maar dan van een vliegend toestel. Want Lisette en ik gaan zo vliegen. En ik hoop dat die is gelukt. Dan gaan we het vanaf zometeen hebben over het investeren in Spanje nog meer. Dan ga ik je nog wat vragen stellen. En ondertussen ben ik dan aan het vliegen. Okay, cool. En dan een ander iets is, hè, want ik kan me ook voorstellen dat het geluid niet helemaal optimaal is in dat vliegtuig. Heb je nou zoiets van, ik wil meer leren over het investeren in Spanje. Ik heb met Lisette net en met haar collega's besproken. Er komt een online cursus aan over het investeren in Nederland, maar ook in Engeland, in Spanje, in Portugal. Waarschijnlijk ook over Dubai, bedenk ik me nu. Misschien nog wel over de Caribbean. In ieder geval het investeren in vastgoed in meerdere landen. Daar kennen jullie mij van. Dus ik ga daar korte stukjes ga ik opnemen in video's. En Lisette is de specialist over het investeren in Spanje. Dus ik ga doorverwijzen naar Lisette. Maar de belangrijkste korte vragen die jullie hebben, de basis, die ga ik in dit soort video's opnemen in die cursus. Dus dan weten jullie dat. Ik heb nog geen idee wat, wanneer die online komt. Waarschijnlijk 1 september. Wat het adres wordt, weet ik niet. Maar dat laat ik nog wel weten onder het commentaar onder deze video. Dus dat gaat er aankomen wat betreft investeren in Spanje. Lisette is 11 oktober ook gastspreker op het congres. En dan gaan we dus hebben, dat is een verdiepingssessie, dus die gaat een stuk verder dan wat ik bespreek. Ik zou zeggen, dat is wel een leuke. Als je het tot zover al hebt beluisterd, deze podcast, kijk dan op website www.vastgoedcongres2023.nl en dan kun je met de kortingscode Lisette jouw ticket bestellen. En dan gaan we nu de lucht in. We doen gewoon 1 vraag en daarna gaan we weer landen. Wat is jouw grootste inzicht geweest in de tijd dat jij bent gaan investeren in vastgoed? Mijn grootste inzicht? Ik denk sowieso heel goed vooronderzoek. Ik doe eigenlijk al heel veel op gevoel. En kies ook de mensen met wie ik samenwerk uit op basis van mijn gevoel. Dus ze hebben er gewoon een beetje... Ze werd voelen als een boekje te maken, zo. Ja. Oké. Je bent uit de camera gevallen. Nee, dus ik denk wel echt... Kijk, het is een kwestie van tijdmanagement ook, hè. Van hoeveel... Er zijn zoveel mogelijkheden om in te... En er zijn zoveel... mensen ook om mee samen te werken. En ik denk dat het ook niet te doen is om alles tot in detail te onderzoeken. Dus ik ga heel erg af op mijn onderbuikgevoel. Dus het grootste inzicht is inderdaad dat ik dat vast wil houden. Maar dat ik nog wel... Nou, inzicht is... Nee, ja, dat is eigenlijk wat er automatisch altijd gebeurd is. Maar mijn inzicht vanuit daar opvolgend is... dat ik nog meer... partijen om me heen wil verzamelen met wie het onderzoek beter uit kan voeren. Dus dat je nog beter weet waar je aan begint. En er zijn uiteraard de afgelopen jaren ook dingen misgegaan, maar je deed dan dingen op gevoel. Heb je dan niet goed naar je gevoel geluisterd of andere rode vlaggetjes genegeerd? Nou, ik denk dat het met name te maken heeft dat je ook goed van vertrouwen bent naar veel mensen toe en dat je... er is natuurlijk veel gebeurd in de markt, hè, de afgelopen jaren. Dus waarin het een paar jaar geleden alleen maar zo ging... Ja, is het sinds 2 jaar nu toch een stuk minder op alle vlakken. En dan kom je erachter welke keuzes je gemaakt hebt. En op dat moment ga je gewoon schakelen en boeren en oplossen. Wat er op te lossen valt. Misschien achteraf gezien... ik weet het dus niet zo goed. Ja, investeren, daar komen ook risico's bij kijken. En ik denk dat met hoe de markt de afgelopen jaren zich heeft ontwikkeld... dat die risico's alleen maar duidelijker naar boven zijn gekomen. En dat je daardoor nog meer hebt geleerd over jezelf. Zo. Maar qua inzicht, ik weet dus niet wat ik de volgende keer anders zou doen. Want ik blijf impulsief. Ik blijf iemand die denkt, oké, dit is een goede kans en hier ga ik er mee. Of dit ga ik doen. Misschien toch de mensen om je heen. En de type klanten, denk ik ook. Zou denk ik ook beter... De samenwerkingspartners. Waar je gewoon echt van op aan kan. Ook in moeilijke tijden. Dus net als in een relatie eigenlijk. Dat je gewoon wel weet van... je gaat gewoon door tot de pittere eind. En we gaan hier sowieso uitkomen. Dat... Super. Ja. Bedankt voor het delen van jouw inzicht. Druk op de abonneerknop voor de volgende aflevering om die te volgen. En op de like-knop. En deel deze aflevering met jouw netwerk. En dan zien we je graag bij een volgende aflevering van Podcast Hoogvliegers. Dankjewel. Doei doei.